En Nutreco is een bedrijf wereldwijd actief in visvoer en voeder en alle bestanddelen daarvoor voor de overige diersoorten zoals koeien, kippen, varkens, paarden en huisdieren over de hele wereld. Dat is onze Tag van Sport. Dat doen wij met ongeveer 10.000 medewerkers. En wij genereren ongeveer een 5 miljard omzet wereldwijd. Nutreco had natuurlijk zoals elk bedrijf ook klantgegevens in allerlei systemen. In de bekende Excel-systemen, in allerlei kaartenbakken. Maar we hebben toen gezegd, wij moeten naar een eenduidig systeem waar wij de klantinformatie en ook de informatie van prospects gaan vastleggen, gaan beheren en gaan verrijken. Om op die wijze onze klantbediening verder te professionaliseren. Wij hebben erg veel producten van Microsoft in ons bedrijf. En de optimale integratie met Outlook en met Office was voor ons sowieso een zeer belangrijk punt. Wij hebben gekozen voor Microsoft Dynamics CRM om drie redenen. 1. Functionaliteit. 2. Het is een volledige integratie met bestaande Microsoft toepassingen zoals Outlook en Office en Excel. Dat maakt het gebruikersgemak zeker veel groter. En het derde, en niet minst belangrijke, Microsoft heeft duidelijk de intentie toen uitgesproken, wij willen marktleider worden in dit segment. Dus wij verwachten enorme ontwikkelingen van het Microsoft in nieuwe functionaliteit en nieuwe toepassingen. Dus wij kiezen voor de winnaar. Ja, naast het feit om een applicatie te kiezen, zoals Microsoft Dynamics CRM, is een implementatiepartner minstens zo belangrijk, want die hebben de kennis en de know-how in huis om je implementatie tot een succes te maken. De link van de CRM-partners met Microsoft was goed, was zeer hecht. Dus ook de verdere ontwikkelingen vanuit Microsoft, maar ook eventueel problemen en storingen, daar hadden wij vertrouwen in. Dat kan dan eenvoudiger opgepakt worden, omdat CRM-partners en Microsoft, ja, die werken zeer hecht samen. Ja, het allerbelangrijkste van implementatie is de opdrachtgever, de projecteigenaar. En in mijn beleving is dat altijd iemand die komt uit de sales en marketing. Want ja, het is een applicatie die wordt natuurlijk zeker breed gebruikt, ook binnen supply chain bijvoorbeeld. Maar sales is toch vaak de driver voor een CRM-implementatie. En een netwerk van key users hebben we opgericht voordat we het systeem gingen inrichten. En die hebben we nog steeds. Elke aanpassing die we momenteel doen, die wordt getoetst en besproken met key users. Om te zien of het hun proces verrijkt. En daarnaast heb je natuurlijk IT-mensen nodig om de infrastructuur te faciliteren. En om de uitrol van de applicatie te kunnen verzorgen. Een groot deel van de gebruiksgroep, dus onze medewerkers, die dagelijks onze klanten bezoeken en bedienen, die hebben het systeem omarmd als dit is mijn tool, dit bepaalt mijn werk, dit bepaalt hoe ik klanten bedien, hier plan ik mee en hier ben ik ook altijd geïnformeerd over mijn klant. Nutreco is een bedrijf die uit een groot aantal zelfstandig opererende bedrijven bestaat. Dus het grote voordeel van Dynamics CRM is dat wij dus al die bedrijven die klantinformatie laten delen. En daardoor is die klant nog steeds afnemer van één van de onderdelen, maar hij wordt bediend door iedereen die met Nutreco producten voor hem levert of diensten levert. Cross-selling betekent meer omzet, meer marge. Informatie delen, dat wijt ik met name, of dat is met name meetbaar in klanttevredenheid. Klanttevredenheid neemt toe als hij zich bediend voelt door het bedrijf die weet wat zijn business is, die weet wat hem bezighoudt, die weet wat zijn problemen en uitdagingen zijn en die hem verder helpen. Bij toenemende klanttevredenheid heb je klantenloyaliteit. Klantenloyaliteit geeft meer waarde. Dus CRM implementeren is zeker ook een geloof en vertrouwen hebben dat een dergelijke ontwikkeling je als bedrijf verder brengt in de concurrentiepositie waar we met z'n allen in zitten.